Secundair onderwijs versus hoger onderwijs. Als je binnenkort de overstap naar hoger onderwijs maakt, zal je meteen heel wat verschillen opmerken. We zetten de belangrijkste op een rijtje. Verschil 1. Schooljaar en opleidingsfase. In het secundair onderwijs zit je in een schooljaar. Als je slaagt, mag je naar het volgende schooljaar. Als je niet slaagt, dan moet je bissen en dus het hele jaar opnieuw doen. In het hoger onderwijs werken we met opleidingsfases. Als je na de eerste opleidingsfase voor een paar vakken niet geslaagd bent, dan doe je enkel die vakken opnieuw. Je combineert dit dan met de vakken van de tweede opleidingsfase. Ik zit in mijn tweede jaar, maar ik volg ook al een aantal vakken in het derde jaar. Dat noemt men een individueel traject. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar dat is het niet hoor. Mijn trajectbegeleider houdt alles goed in het oog. Verschil 2. Geslaagd en credits. In het secundair hoop je dat je op het einde van het jaar geslaagd bent. In het hoger onderwijs hoop je dat je voor elk vak een credit krijgt. Dat betekent 10 op 20. Enkel vakken waar je minder dan 10 haalt, doe je opnieuw in de tweede zit. Soms kan je vak met een 8 of 9 tolereren. Een 10 op 20 betekent niet dat je de helft meer kent. Het betekent wel dat je voldoende inzicht hebt in de leerstof. Behaal je een 12 op 20, dan kan je onder meer al verbanden leggen. Een 12 op 20 is dus best een goed cijfer in het hoger onderwijs. Verschil 3. Lesuren en studiepunten. In het hoger onderwijs tellen we niet in lesuren, maar in studiepunten. Je zit dus niet netjes 32 uur per week in de klas. Je moet in het hoger onderwijs 60 studiepunten behalen per academiejaar. 1 studiepunt is gelijk aan 25 tot 30 uur werken. En deze uren werken, dat is niet enkel in de les zitten. Nee, hier valt alles onder wat jij doet voor dat vak. Dus denk bijvoorbeeld aan je notities ordenen, of een verslag moeten schrijven, of oefeningen moeten maken. Maar bijvoorbeeld ook een groepswerk, of natuurlijk blokken voor de examens. Dat valt allemaal onder die uren. Meestal zijn er een tiental vakken. Een klein vak heeft 3 studiepunten, een hoofdvak 6 of misschien wel 10 studiepunten. Al die vakken samen betekenen 60 studiepunten of 60 keer 25 à 30 uren werk. Verschil 4. Vast lessenpakket en keuzes. In het secundair onderwijs heb je vaak een vast lessenpakket. In het hoger onderwijs kan je binnen je opleiding vaak kiezen voor afstudeerrichtingen, modules of opleidingsoverschrijdende vakken. Je hebt dus heel wat keuze. Het is echt een meerwaarde dat je voor iets kan kiezen dat binnen jouw talenten, interesses en uitdagingen ligt. Verschil 5. Altijd in de les en brossen. Tot nu toe moest je altijd verplicht in de les zitten. In het hoger onderwijs ligt dat anders. Het is jouw keuze of je aanwezig bent of niet. Eerlijk gezegd probeer ik toch wel echt wel naar alle lessen te gaan. Want in een les leer je echt wel veel. En het kan best wel ook gezellig zijn. Sommige opleidingsonderdelen werken met permanente evaluatie. Die lessen moet je wel aanwezig zijn. Dit geldt onder andere voor labo-oefeningen. Verschil 6. Controle en eigen verantwoordelijkheid. Je klastitularis volgt je van nabij en waarschuwt je als je niet goed bezig bent. In het hoger onderwijs kan je zelf goed opvolgen of je goed bezig bent. En als het wat moeilijker gaat, voorziet de hogeschool of universiteit begeleiding. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om hier een initiatief te nemen en hier naartoe te gaan. Het kan soms best pittig zijn om van die grote pakketten leerstof te verwerken. Gelukkig is er ook aan de hogeschool een studiebegeleiding. Je staat er dus helemaal niet alleen voor. Verschil 7. Agenda invullen en zelfdiscipline. Al 12 jaar zegt een leraar wat je moet doen tegen de volgende les. Hij controleert dat door je huiswerk te geven of een toets te voorzien of te dreigen met een onvoorziene toets. In het hoger onderwijs is dit heel anders. Het is belangrijk dat je alles van het begin goed bijhoudt. Je moet zelf ook wel goed kunnen plannen, anders wordt het al snel een stapel werk. Een beetje zelfdiscipline is dus best wel nodig. Verschil 8. Ouders en meerderjarig. Je rapport laten tekenen door je ouders, daar ben je vanaf. Je bent vanaf nu meerderjarig en je consulteert dus zelf je resultaten online. Dat behoort tot je privacy. Oef, mijn ouders kunnen mijn punten dus niet meer volgen op Smart School. Maar eigenlijk vind ik het best fijn om mijn resultaten te bespreken met mijn ouders. Verschil 9. Altijd thuis en internationalisering. Ben je het beu om altijd thuis te zijn? Het hoger onderwijs biedt heel veel kansen om je blik te verruimen. We werken samen met heel wat hogescholen en universiteiten in het buitenland. Ik heb vorig semester een semester in Finland gestudeerd. Dat was een unieke en heel leuke ervaring. Dus ik raad het zeker aan iedereen aan om ook een Erasmus-uitwisseling te doen. Verschil 10. Gratis en inschrijvingsgeld. Voor het basis- en secundair onderwijs moet je in België niet betalen.
Je betaalt enkel de kosten voor boeken, schriften, excursies enzovoort. Het hoger onderwijs is echter niet gratis. Je moet inschrijvingsgeld betalen. En dat bedraagt momenteel in heel Vlaanderen voor alle universiteiten of hogescholen ongeveer €950. Maar misschien kan je rekenen op een studietoelage. Dan betaal je maar €111. Op de sociale dienst van de hogeschool kan je terecht voor al je financiële vragen. Maar ook om te berekenen of je aanmerking komt voor een toelage. Dat scheelt bij de inschrijving eigenlijk ook nog een studietoelage. Dat maakt studeren het hoger onderwijs mogelijk voor iedereen. Je ziet, er zijn heel wat verschillen. Maar je moet er gewoon voor gaan.